Welkom bij een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen, Pakt Uit. Zoals iedere week staat er één beroemd liedje van Kinderen voor Kinderen centraal. En daarvoor gaan er twee kids uit het koor op bezoek bij een beroemde Nederlander die alles van het onderwerp weet. Deze week Zo Bijzonder. We zijn allemaal anders en toch hoort iedereen overal bij. Zo bijzonder. Maar hoe zorgt er ervoor dat iedereen echt overal bij hoort? Iemand die daar alles van af weet is Sebastiaan Bogaert. En hij zorgt ervoor als gebarentolk dat doven en slechthorenden nooit worden buitengesloten. Sebastiaan is al 2 jaar gebarentolk bij het Jeugdjournaal. En ook zie je hem vaak voorbij komen bij het Grote Mensenjournaal. De reporters van Kinderen voor Kinderen, Sterre en Luna, zijn bij hem op bezoek geweest. Jongens, kom erbij. Hey. Sterre, hoe was dat nou bij het NOS-journaal? Het was echt super cool. Wat heb je meegemaakt? Vertel eens. Nou, we zijn in de regiekamer geweest. Dat was de kamer met alle beelden en dat zag er echt heel vet uit. En Luna, je hebt Sebastiaan ontmoet. Wat wilde je te weten komen? Nou, wat hij allemaal doet en hoe hij het ook doet en wat er dan allemaal is daar en zo. Nou, ik ben eigenlijk zelf ook wel benieuwd. Laten we snel kijken naar jullie filmpje. Hoi Sebastiaan. Goedemorgen. Ik ben Luna. Hoi Luna. Ik ben Sterre. En jij bent Sterre. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan vandaag kijken hoe je werk eruit ziet. Nou, kom, gaan we gauw kijken. Ja. Zo, we moeten in Studio 12 zijn. Moet wel een beetje opschieten nu. Kom maar gauw naar binnen. Kijk, dit is mijn studio. Dan zijn we precies op tijd. Dan kan ik nog net het journaal vertalen. Is dit het echte journaal? Dit is het echte journaal. En nu over een half minuut zijn we live. Goedemorgen. Snowboarder Nicolien Sauerbrei is uitgeschakeld bij het onderdeel parallel reuzenslalom op de Olympische Spelen in Sochi. No! Nou, dat was het dan. Als je nou hierop staat en je kijkt naar de camera daar, ja, dan zie je op die monitor wat de mensen thuis zien. Kijk maar, daar zie je zelf. Oh ja, dat is leuk. En beneden zitten ze bij de regie en dan projecteren ze het echte scherm, wat op die monitor staat, projecteren ze op die groene wand. Waarom vind je het leuk om te doen, het tolken? Nou, ik vind het heel erg spannend. Als de camera dan aangaat, dan moet het in één keer moet het goed. Als ik het geluid hoor, moet ik gelijk goed vertalen. En dan moet ik heel snel en begrijpen waar het over gaat. Maar ik moet ook de goede gebaren gebruiken. Kijk, dan kan je hier zien waar alle filmbeelden binnenkomen. Kijk eens hoeveel televisies. Hier zit de regie. Ja, nu zie je dat op die monitor zie je geen tolkgebarentaal staan. Dat is alleen maar 's morgens om 7 uur, om 7:30 en tot uiteindelijk tot 9 uur. Maar dan kunnen dove mensen nu niet het journaal kijken. Dat klopt. Wat ik eigenlijk bijzonder vind is dat dove mensen hebben mij les gegeven, zodat ik gebarentaal kan doen. En doordat ik nu kan gebaren, kunnen zij weer het journaal volgen. Zo bijzonder zitten ook een paar gebaren. Groen. Groen, inderdaad, groen. En blauw. Blauw. En wat vind je ervan dat er gebaren zitten in het liedje Zo Bijzonder? Als ik bijvoorbeeld kijk op internet, bijvoorbeeld, wat bijvoorbeeld het liedje precies inhoudt, vind ik het wel erg leuk als er gebarentaal in zit, want dan kan ik het ook een beetje volgen. Zou je mee willen doen in onze clip? Ik meedoen in jullie clip? En dan moet ik dus gaan dansen en gaan zingen, dachten jullie. Nou, ik weet precies hoe het moet, dus ik kan je wel helpen. Dan hou ik jou. Hi, Kelly. Sebastiaan. Dit zijn de kids. Hallo. En we gaan gelijk beginnen, denk ik. Oké. Stap, tik. Stap, tik, gaan we omlaag, wijs naar de grond en die gaat helemaal door naar boven. Zo, zo, zo.
en trekt hem steeds naar beneden. Ja. Zo zie je maar weer, iedereen is bijzonder. En Sebastiaan is net hier aangekomen. Sorry jongens, mag ik even storen? Sebastiaan, ja. Is er nou één stukje dat je heel moeilijk vindt? Nou, eigenlijk alleen het liedje, zeg maar dan ook het hele liedje. Want ze doen, ik ben gewend om als iets te horen en dan te gebaren. Maar zij gebaren en dansen en ze doen alles tegelijk. En ik ben niet gewend om bijvoorbeeld mijn benen te bewegen of om te zingen. Oh. Het enige, ik doe alleen maar dit normaal gesproken, dus ja. Het wordt erg lastig. Ster en Luna, jullie hebben me een beetje geholpen, hè? Ja. Eventjes kritisch, hè, want het moet zo meteen heel goed. Hoe doet hij het? Best goed. Nou, gewoon goed oefenen en dan komt het wel goed. Oké, jongens, alle vertrouwen. Succes nog eventjes, hè? Ja, dankjewel. Ja. Doe je mee, Lex? Nee, ik moet weer verder. De gebarentaal tussendoor vind ik dat hij dat best goed doet. Want we gaan omhoog. We zijn op weg. Ha, goedemorgen. Hi, hallo. Hi. Heb je eerder gezongen of niet? Nooit. Nog nooit? Echt nooit. Oh, spannend. Niet eens onder de douche, echt nooit. We gaan beginnen met wat, eerst wat zangoefeningen om een beetje los te komen. Pa, 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 pa. En nog één. Pa, 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 pa. Pa. Juist. Ik vind het heel erg leuk, maar ja, die kinderen die lijken dat vanzelf te doen. En voor mij is het zo nieuw, zo anders. Het liedje heet Zo Bijzonder, maar ik vind het ook echt bijzonder om te doen. Je zet eigenlijk tussen de zinnen, dus als je het refrein heet, zo bijzonder, zo bijzonder adem. Dat is hier. Ik laat het horen. Vlieg naar de rode zon. Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik vind het best knap dat je met één repetitie al zo snel gaat. Je merkt dat hij goed luistert, hè? Dat is hij natuurlijk gewend. En dus hij pakt de aanwijzingen heel goed op. Zoveel kleuren om ons heen. Adem. Nou, gaat helemaal goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Daar ook in. Heb ik garantie? Garantie tot de deur. Wat het even van. Ik vind het erg leuk, maar het is wel een ding vandaag om te gaan doen. Spannend moment, alles staat klaar. Sebastiaan, ben jij er ook klaar voor? Ja, nou ja, ik ben er klaar voor. Het moet ervan komen nu. Ja. Ja. Ik moet die vraag nu natuurlijk stellen, maar hoe voelt dat? Ja, nou, in gebarentaal zou ik dit zeggen. Echt dat mijn hart flink tekeer gaat, dat je het echt ziet bonzen, zeg maar. Nou, zo voel ik me op dit moment. Er is geen weg meer terug. Ik stuur je vast weg. Daar is een set. Succes, hè? Hier is het Kinderen voor Kinderenkoor samen met Sebastiaan Bogaert en Zo Bijzonder! Zo bijzonder, zo bijzonder, zo bijzonder. Oh, hey, dans op de gele maan. Zwem in de blauwe oceaan. Vlieg naar de rode zon. In een groene luchtballon. Pak je spullen en ga mee omhoog. We zijn op weg naar de regen. Jongens. Nou, dat zag er top uit. Hoe vond je het, Sebas? Ja, ik kan bijna niet meer praten. Ik ben echt buiten adem. Ja. Nu moeten we natuurlijk even zeggen wat we ervan vonden. Hè. Deed hij het een beetje goed? Ja, best wel. Ja, oh, best wel? Nou, soms ging het wel even fout bij een repetitie. Maar nu ging het wel een stuk beter. Wat vond jij ervan, Luna? Nou, hij ging soms wel eens fout, vooral met de kleuren. Maar het ging wel goed. Laten we ook nog even iets aardigs zeggen dan. Super gedaan, Sebastiaan. Ja, ik vond het in ieder geval hartstikke goed. Dus dat smaakt naar nog veel meer. Volgende week pakt Kinderen voor Kinderen weer uit met... Wow. En wat wil je wat ik ga doen in de kleren? Ja, dansen natuurlijk. Dansen? Nou, dan moeten jullie mij wel heel goed helpen, want ik kan niet dansen en zingen. Dus zorg ervoor dat je dan ook weer kijkt.
Tot volgende week!